Deze groene strook zal dienen voor veiligheid, evenals het aantrekken van toeristen voor Lelydorp. Met deze woorden werd de nieuwe groene strook te Lelydorp officieel in gebruik genomen als onderdeel van het verfraaiingsproject dat het ministerie van Openbare Werken uitvoert. De strook is het etiket van Wanica, die ook als trekpleister dient voor toeristen en voor vertier. Districtscommissaris van Wanica Noordwest, Bolanat Narain, zei dat het de bedoeling is om nog meer plaatsen te identificeren die aan verfraaiing toe zijn. Allemaal ook bedoeld voor veiligheid van de gemeenschap en de toeristen. En dit hebben we niet alleen hier nodig, maar ook op verschillende plekken in de stad en de omgeving. Dus ik ben bijzonder blij dat er een aanvang is gemaakt. Ik heb begrepen dat het werk nog niet af is. Het gaat nog verder. Belangrijk, het begin is belangrijk. Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken riep voornamelijk ook de ondernemers op tot onderhoud van deze groene strook. Het is niet per se nodig om financiering hiervoor aan te vragen, zolang iedereen maar een steentje aan bijdraagt, meent de bewindsman. En die oproep die ik doe, is natuurlijk ook aan de bedrijven die hier zijn. Om, als het kan, een handje mee te helpen. Ja, het moet kunnen. We hebben een geweldig team van OW, daar mogen we trots op zijn, die heel veel werk, zeg maar, doet. En als elk bedrijf dat deel voor zich neemt, dan kan deze plek in binnen no time geweldig uitzien.